Prijs God. We zijn bezig met het thema van deze maand, is geloof in de praktijk. Geloof in de praktijk. Wat betekent het nou? Geloof. Vorige keer hebben we deel 1 gehad van geloof in de praktijk en vandaag wil ik daarop doorpakken. En het lijkt me goed om even 5 minuten te nemen, om even nog door te nemen wat wij vorige keer hebben behandeld. Wie weet nog iets van de prediking van vorige week? Amen. Wat waren 1 van de 3 punten die we vorige week hebben behandeld? Amen. Halleluja. Oh, we weten het zo goed, hè? Klein geloof. Groot geloof. Geloof als een mosterdzaad. Sorry? Op 2 plaatsen. Ik verstond op de parkeerplaats, maar inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Geloof op 2 plaatsen. Ja. In je hart en in je mond. Dat klopt precies, ja. Vorige keer hebben we gezien dat Jezus, we zijn gestart eigenlijk bij wat Jezus zegt over geloof. He, geloof is, ja, weet je, ben je gelovig, ga je naar de kerk, betekent dat vaak. Maar geloof heeft een werking en geloof heeft een effect in ons leven. En geloof is een geestelijke dynamiek die we in de praktijk kunnen brengen. En we zagen dat Jezus zei, geloof is als een mosterdzaad. Dat het iets is wat je moet gaan gebruiken en dan zal het vermeerderen. Je kan er niet voor bidden, Heere, geef me meer geloof. Dat deden de discipelen wel. Maar Jezus die zei niet van, hier heb je je portie geloof. Nee, je geloof is als een mosterdzaad. Het lijkt misschien heel klein, ik heb meer nodig, maar gebruik het. En als je het gaat gebruiken, het kleine wat je hebt, zul je zien het grote effect ervan. Dat het ook wordt vrijgezet door de woorden die je spreekt. Geloof wordt vrijgezet door de woorden die je spreekt. We zagen dat hij dus sprak over bomen, spreken tegen bomen. We hebben ook gezien dat Jezus had over spreken tegen bergen. En we begrijpen dat Jezus dus bedoelt dat wij ons geloof wat wij hebben, dat we dat in beweging zetten door te spreken tegen omstandigheden. We zagen ook dat de Bijbel ons zegt in Romeinen 12 vers 3 dat iedereen heeft een mate van geloof gekregen. We hebben inderdaad voorbeelden gezien van groot geloof. Dat was de hoofdman die antwoordde, spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En Jezus zegt, dat is groot geloof. Als je slechts een woord nodig hebt en je vertrouwt het woord van God, de Heer geeft slechts uw woord. En als het uw woord is, dan zal het zo zijn. Omdat de hoofdman die begreep wat het is om autoriteit te hebben in het natuurlijke. En hij begreep dus ook wat het was om autoriteit te hebben in het geestelijke. En God is de autoriteit. God is degene die zit op de troon en regeert voor eeuwig. En zijn woord regeert voor eeuwig. Zijn woord zal voor eeuwig zijn. De Bijbel zegt, de hemel en aarde gaan voorbij, maar mijn woord blijft voor eeuwig. Er is autoriteit en kracht in het woord. En op het moment dat je dat vrijzet, door geloof in je hart en spreken met je mond, dan komt de kracht van dat eeuwige woord komt vrij in jouw omstandigheden. En we zagen ook het kleine geloof, de mannen in de boot, in de grote storm, dat hun angst was groter dan hun geloof. En dat is een voorbeeld van klein geloof. Dat is daar waar wij wel geloof hebben, want we wandelen met Jezus, maar we door de omstandigheden van het leven soms zo overweldigd worden dat we denken, dit komt niet goed. En ik denk dat we allemaal wel eens momenten hebben meegemaakt dat we echt hebben gedacht van, wow, komt dit wel goed? Maar in Jezus' optiek zegt, het komt goed. Want maar hij zegt wel, wees niet kleingelovig. Waarom ben je angstig, kleingelovige? Maar geloof. Vertrouw. En daar waar wij te midden van de grote stormen in ons leven beginnen te vertrouwen op de grote God, daar gaan we zien dat wonderen gebeuren. Dingen die onmogelijk zijn voor mensen, die gebeuren ineens in ons leven, omdat we werkelijk door ons geloof God de gelegenheid geven om zijn grootheid te laten zien in ons leven. Maar hij zoekt wel geloof in ons hart. Hij zoekt wel dat wij een keuze maken in ons hart. Dat we zeggen, nee, ik zal niet een persoon zijn die leeft door angst, maar een persoon die leeft door geloof. En geloof op twee plaatsen. Dat hij zei, joh, dat Jezus zegt in Marcus 11 vers 22. Hij antwoordde, zei tegen hen, heb geloof in God. En we zagen dat er eigenlijk in de grondtekst staat, er heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Of anders gezegd, heb het geloof wat God zelf in zich heeft. Dus zoals God gelooft, geloof evenzo. En we hadden het erover dat God is een scheppende God. Als hij spreekt, dan staat hij achter zijn woord om dat te doen. En dat heeft scheppende kracht. En op het moment, dat is ook waar God ons toe uitnodigt. Heb dat geloof van God. Dat je weet dat als jij spreekt, dan zet het dingen in beweging. En dat hij zei, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, gebeuren zal. Dan zal het hem gebeuren wat hij zegt.
En we zagen dus dat het heel belangrijk is dat wij dat geloof hebben van God, maar dat wij vervolgens ook spreken tegen de berg, niet twijfelen in ons hart, geloven wat we zeggen zullen gebeuren. En de Bijbel zegt, dan zal je hebben wat je zegt. Je zal hebben wat je zegt. Het zal zo gebeuren. Nou, vandaag wil ik dus weer starten met een tekst van waar Jezus iets zegt weer over geloof. We hebben vorige week ook gezien dat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14 vers 12, dat hij die in mij gelooft, dezelfde werken zal hij doen. Hij die in mij gelooft, dezelfde werken zal hij doen als dat ik doe, zegt Jezus. En nog grotere dan deze. Nou, laten we starten met dezelfde werken. En dan gaan we daarna groeien we verder naar de grotere werken. Oké? Maar Jezus deed grote werken. En Jezus die gebruikte voortdurend dit principe. Hij geloofde in zijn hart. Weet je, hij was ook gevuld met het woord van God. De Bijbel leert ons dat, dat hij groeide in het woord van God. Hij groeide in wijsheid, hij groeide in kennis. Dat kun je ook lezen in Lucas hoofdstuk 2, vers 52. Dat hij groeide in God. Ook hij had een groeiproces nodig om te kunnen wandelen in kracht en autoriteit en de identiteit als zijnde de Zoon van God. Maar hetzelfde geldt voor jou. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 1, vers 12, dat allen die in hem geloven, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Allen die in hem geloven, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. En net zo goed als dat Jezus dus een kind van God was, een zoon van God, zo ook worden wij zonen en dochters van God. En is het van belang dat wij opgevoed worden als zodanig in het gezin van God en begrijpen dat wij mogen functioneren volgens de principes van God. Als God jouw vader is, dan ben je gezegend. Amen. Als God je vader is, dan ben je gezegend. Oh, dat zeg ik nog een keer, ik vind het zo heerlijk. Als God je vader is, dan ben je gezegend. Omdat God is een zegenende God, hij is de liefdevolle vader. En dat is de essentie, gewoon met God wandelen. We zien dat met iedereen in de Bijbel, één voor één, allemaal, niemand uitgezonderd. Iedereen die wandelt met God, is gezegend. Sommige mensen zeggen, ja, maar de praktijk van het leven, bla 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 bla. Praktijk van het leven. Ik ken ook de praktijk van het leven. Maar dat neemt niet weg dat God is trouw. En heel vaak in de praktijk van het leven, door een stuk onwetendheid wat wij hebben, ook als ik naar mezelf kijk, een stuk onwetendheid wat je soms hebt ten opzichte van de principes van God, dat je niet altijd ziet dat God zijn werk kan doen. Maar dat neemt niet weg dat God wil voortdurend zijn werk doen. En daar is genade bij God en daar is ruimte bij God en daar is tijd bij God om te groeien en te ontwikkelen. En zo steeds meer van de zegeningen en de goedheid van God te zien in je leven. Als God je vader is, dan ben je gezegend. Oh, halleluja. En door geloof in de Heer Jezus Christus worden wij kinderen van God. Goed, Jezus die zegt dus hier in Markus hoofdstuk 9 vers 23. Daar wil ik mee beginnen. En vandaag de subtitel is Doe het onmogelijke. Doe het onmogelijke. In Markus 9 vers 23 er staat, en Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Wow, oké. Dat is een hele krachtige statement die ons in ons denken best wel raakt. Want het ergste wat het doet, is het tart onze menselijke beperking. Het tart ook onze rationele kracht, hoe wij dingen bedenken en beredeneren. Dan denk je, ja, alles is mogelijk. Maar Jezus functioneert vanuit Gods gedachte. En hij wil dus ook ons, dat is wat hij tegen een mens zegt, hij verlangt dat ook van ons. Hij zegt, joh, kom in de mindset van geloof. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Ik zeg dus tegen deze man, ik wil dat je gelooft. Ik wil dat je gelooft. Gebruik je geloof. Dan zeg je, ja, maar mijn geloof is klein. Nee, denk weer terug. Het is een mosterdzaad. Je denkt misschien dat het klein is, maar het is zeer krachtig. Gebruik het. Geloof. Vertrouw op God. Vertrouw in zijn kracht. Vertrouw erop dat God je die doorbraak kan geven. Want geloof is gebaseerd op de grootheid van God. Geloof is gebaseerd op de grootheid en de kracht van God. Geloof is niet gebaseerd op de onmogelijkheid van de omstandigheden. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus ik geloof
Dat wij dus, als wij hierin beginnen te functioneren, dan gaan we ruimte krijgen in ons denken. Want zelfs dingen waar wij soms grenzen hebben gesteld, van dingen die onmogelijk lijken, als het goed is, laten we het woord van God zo diep tot ons doordringen, dat we zelfs naar die omstandigheden gaan kijken in mogelijkheden. En dat is een proces. Want sommige omstandigheden zijn misschien al 10 jaar hetzelfde en lijkt het onveranderd te worden. Of je kijkt naar omstandigheden met al jouw beredeneringskracht en al jouw intelligentie, kom je er niet achter van hoe dit ooit zou moeten veranderen. Maar Jezus zegt, hij zegt, voor wie gelooft, alle dingen zijn mogelijk. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons geloofsleven baseren op wat Jezus zegt. En niet ons geloofsleven baseren op wat de kerk of een kerkelijke stroming of onze ervaring zegt. Want dan, als wij ons geloof baseren op wat onze ervaring zegt, waar is God dan in het verhaal? Dan willen wij God steeds laten, dan pakken wij God, de grote God, en die persen wij in een klein vakje, zodat die past in onze ervaring. Maar dan gaan we nooit de grote dingen van God zien in ons leven, want wij beperken God steeds. Nee, God is groter. En hij zegt eigenlijk, geef mij ruimte. Vertrouw, geloof, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Anders gezegd, voor diegene die gelooft, zijn er geen onmogelijkheden meer. Amen? Dat is een heftige statement en die gaan we ook verder uitbouwen. Want daar hebben we voorbeelden van nodig vanuit Gods woord om te weten hoe breng je dat in de praktijk. Maar vanuit Gods optiek is er dus een verlangen, doe het onmogelijke. Jezus deed voortdurend het onmogelijke. Nou, misschien zeg je, dat gaat me niet lukken vandaag. Nou, morgen dan. Overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar. Maar ergens zal je ruimte moeten gaan creëren in je denken en in je hart. Van wacht even. God verlangt dat ik geloof. God verlangt dat ik geloof en dat ik vertrouw. En geloof zorgt ervoor dat de dingen die eerst onmogelijk zijn, ineens mogelijk worden. Dus geloof richt zich niet op de omstandigheden, maar geloof richt zich op Gods mogelijkheden. Heeft God mogelijkheden? Ja, wij zouden zeggen, Gods mogelijkheden zijn onbeperkt. Gods macht is onbeperkt en zijn kracht is onbeperkt. Bij hem is alles mogelijk, zouden we zeggen. Amen. En dat klopt, bij hem is alles mogelijk. Het punt is, wij voelen soms een kloof. Wij zien God daar, zeggen bij hem is alles mogelijk. We kijken naar onszelf en we zien allerlei onmogelijkheden. En dan parkeren we ergens ons geloof en dan zeggen we gewoon van, ja, maar hij is God en wij zijn mens. En ik weet niet of je dat wel eens hebt gehoord van, ja, maar wij blijven toch mensen, hè? Nou, ik heb nog nooit ergens Jezus dat zien zeggen tegen iemand. Maar wij blijven toch mensen, hè? Of, ik ben de zoon van God. Jij bent toch een mens, hè? Nee. Hij zegt overal, waar hij steeds mee bezig is jongens, dezelfde werken die ik doe. Het stonden allemaal zo, om te kijken bij Jezus. Dezelfde werken die ik doe, zullen jullie ook doen. Als je in mij gelooft, dezelfde werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En nog grotere dan deze. Wow. Elke keer weer werden ze geconfronteerd met het feit, dat daar waar wij, daar de discipelen, maar ook wij, daar waar wij zien de grootheid en de kracht van Jezus, dat hij elke keer omkeert en zegt maar jullie ook. Jezus, u bent het licht van de wereld. U verdrinkt de duisternis. Hij keert om, hij zegt, jullie zijn het licht in deze wereld. Jullie zijn het zout op deze aarde. Wow, wij? Nee, ik niet. Ja, want God wil met zijn kracht door jou heen stromen. En daarom worden wij ook genoemd het lichaam van Christus. De kerk als zodanig, de gemeente wordt genoemd in de Bijbel het lichaam van Christus. Wij zijn de handen en de voeten van Christus die nu zit op de troon. Wij zijn de uitvoerende kracht hier op aarde van zijn kracht en autoriteit. Nou, dat vraagt dus een omschakeling. Dat is geloof in de praktijk. Alles wat als je Jezus in onderwijs ziet, zie je voortdurend, is hij daarmee bezig. Hij is ons aan het brengen in een positie waarin wij geloof in de praktijk brengen. En voor sommige mensen kan geloof ook een frustratie zijn geworden. Ik heb in mijn eigen leven ook gemerkt. Bepaalde dingen, je bent wel bezig. En weet je, en dan kan het een kramp worden. Dan zul je het soms even los moeten laten. Want God heeft niet bestemd dat jij in een kramp leeft. Dan zul je even moeten denken van, wacht even. Ik zit volgens mij op een doodlopend spoor. Ik moet niet gefrustreerd raken in mijn geloofswandel. Maar dat neemt niet weg dat de principes van geloof, zoals Jezus zegt, die blijven hetzelfde.
Dus ik mag wel blijven, ik mag blijven beseffen dat als ik geloof in mijn hart en spreek met mijn mond, dat dat een impact heeft op de situatie. Amen. En in de Bijbel zien we daar voortdurend wonderen van. Geloof hoeft niet te weten hoe God het doet. Geloof vertrouwt erop dat God het doet. Zelfs daar waar de duisternis je leven, ik heb in mijn eigen leven ook meegemaakt, als daar waar de duisternis rooft, stilt of vernietigt in je leven, dat je denkt, jongen, of je bent enorm geslagen door een bepaalde omstandigheid, of dat nou een ziekte is, of iemand in je omgeving die je ontvalt, komt te overlijden, of ergens waar je voor hebt gebeden en dat gaat totaal anders. In mijn leven heb ik ook gemerkt, als deze dingen gebeuren in je leven, dan wordt eigenlijk je geloof wat dat betreft ook op de proef gesteld. Je weet dat al het kwaad komt niet van God en hij heeft niet al die kwade dingen in je leven gebracht. Maar als het zover is dat daar de duisternis, die duivel, we hebben het ook gezongen, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En je merkt, daar is in één keer een aanval en er is een ziekte of er is een probleem in je leven. En dat dingen gaan anders dan nog. Hoe sta je te midden van de storm? Hoe sta je als het erop lijkt dat alles verloren is? Vrees dan niet. Geloof alleen. Vrees dan niet. Geloof alleen. In de diepste momenten van mijn leven heb ik ook tegen God gezegd, Heere, ik weet niet hoe u alles weer recht kan breien. En hoe u alles weer kan herstellen. En hoe u het allemaal gaat doen. Maar het maakt me ook niet uit hoe u het gaat doen. Ik vertrouw erop dat u het zal doen. Daar waar omstandigheden schreeuwen in je leven en zeggen van, joh, het is over, het is voorbij. Het wordt niet meer zoals jij had gedacht dat het zou zijn. Het lijkt nergens meer op. Het is een dood spoor. Hier houdt het op. Dat is wat omstandigheden zeggen. We hadden het erover ook dat ook die omstandigheden, die hebben een stem, die spreken tegen je. Die hebben een boodschap, die zeggen, dit is hoe het is, accepteer het maar. En God zegt, nee, niet accepteer het maar. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Deze man die hier bij Jezus kwam, die had een doodzieke jongen. Die jongen die was demonisch bezeten. En die het leek erop dat die jongen nooit meer beter zou worden. En die jongen, dat hij elk moment ook dood zou kunnen gaan. En die man die zegt, Jezus, help mij. En als u het wil, dan kunt u hem genezen. En de man was echt in grote nood. En hij zat daar met zijn zoon en zijn ziel onder zijn arm. En Jezus die zegt tegen deze man, hij zegt, joh, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En dus de man werd bemoedigd om te zeggen, ja, maar man, geloof, vertrouw. Ik zie je pijn, ik zie je nood, ik zie datgene wat in jouw leven onmogelijk lijkt. Maar Jezus zegt ook, ik wil dat je gaat vertrouwen dat deze hele situatie gaat omkeren. En wat wij vaak willen, is wij willen ons hele handeltje willen we aan God geven. We willen het zeg maar ons hele handeltje. Willen we de hemel ingooien. Als u er wat mee kan, Heer, doe het maar. Maar het punt is wat God eigenlijk verlangt en zegt van nee. Je hebt je leven gekregen, dit is jouw, kom op, sta op en geloof. Sta op en geloof, sta op en vertrouw. Niet alles maar, nou ik neem afstand. Nee, want hij ook al, Jezus, u kan het doen. En Jezus draait om en zegt, joh, als jij gelooft, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dus hij brengt het terug naar de persoon, zegt, joh, ik wil dat jij vertrouwt. Als jij gaat vertrouwen, als jij gelooft, dan zul je merken, daar komt een verandering en een ommekeer in jouw leven. Oké. Nou, de Bijbel zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 7, dit is het bijzondere van geloof. Geloof richt zich niet op omstandigheden, maar geloof richt zich op de grootheid van God. De Bijbel zegt hier, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Hier zien we twee dingen dus tegenover elkaar staan. Aanschouwing is een oud woord, wat eigenlijk staat van datgene wat voor ogen is. Ik wandel, betekent eigenlijk ik leef mijn leven. Dus we zouden kunnen zeggen, ik leef mijn leven en mijn leven wordt bepaald door wat ik geloof en niet door wat ik zie. Ik leef mijn leven door wat ik geloof en niet door wat ik zie. Je ziet dus die twee, dat zijn twee gebieden die liggen soms uit elkaar. Want God zegt iets, maar de omstandigheden zeggen ook iets. Omstandigheden zeggen misschien, ja, maar jouw kind heeft dit label en dat komt niet goed, zus of zo, en dat gaat helemaal verkeerd. God zegt,
Jouw kinderen zullen gezegend zijn. Dan heb je twee dingen. Mijn kinderen zullen gezegend zijn. Mijn kinderen zijn helemaal niet gezegend. Kun je, hè? Maar dan wandel je dus door aanschouwen. Maar Paulus zegt, nee, wij wandelen door geloof. Niet door aanschouwen. En als ik wandel door geloof, dan ontken ik niet de situatie. Nee, mijn kinderen, er is niks mis met mijn kinderen. Er kan best wel wat mis zijn met je kinderen. Maar het punt is, door de kracht van geloof gaat de natuurlijke omstandigheden gaan zich veranderen. Er gaat iets gebeuren in dat kind op het moment dat jij als ouder gaat staan in autoriteit en gaat spreken woorden van leven. En woorden van geloof over dat kind. En daar zien we voortdurend, voorbeelden van in de Bijbel. Gideon werd geroepen. Ik haal een paar voorbeelden aan. Gideon werd geroepen. Hij was van de minst belangrijke stam. Dan de minste familie van de minst belangrijke stam, dat was zijn familie. En dan de minste uit zijn familie, dat was Gideon. En die koos God. En God zegt, joh, jij gaat het volk verlossen van de vijand. Hij zegt, wie? Ik? Ja, jij. Nee, ik niet. Altijd doodsbenauwd, altijd bang, een bang vogeltje. Ik ga hier helemaal niks mee doen. Ja, zegt God, jij gaat het doen, want jij bent een machtige strijder. Wie? Ik? Ja, jij. Een machtige strijder? Ik ben niet bij het goede adres gearriveerd. Jawel, Gideon toch? Ja. Jij bent het. Een enorme confrontatie. Want Gideon zag zichzelf als een slappeling. Als een watje. God zag hem als een machtige strijder en een held. Gideon had een keus. Blijf je het watje, blijf je de zwakkeling, of ga je God vertrouwen en verwachten dat God gaat jou gebruiken als een machtige held? Ja, maar hoe dan? Maakt niet uit hoe. Vertrouw maar op God. Als hij je ziet als een machtige held, dan ben jij de machtige held. De Bijbel zegt ook, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Nou, zeggen we in Nederland, dat vind ik raar. Dat vind ik heel raar. Ik ben zwak, dan ga ik niet zeggen, ik ben sterk. Doe even normaal, man. Waarom zegt God dat in zijn woord, in Joël hoofdstuk 3? Waarom zegt God dat in zijn woord? Omdat je je spreken in lijn zal moeten brengen met Gods realiteit, anders blijf je een zwakkeling. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Wat gebeurt er op het moment dat jij zegt, ik ben sterk? Niet vanuit je eigen arrogantie, maar vanwege jouw verbond wat je hebt met God. Ik heb een verbinding met God. En als ik zeg, ik ben sterk, dan geef ik ineens God de gelegenheid om zijn kracht door mij heen te laten stromen en kracht te brengen in mijn situatie. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Zullen we dat met elkaar zeggen? Ik ben sterk. Ik ben sterk. Ja. En het is veel makkelijker om te zeggen hoe je je voelt. Het is veel makkelijker, want er is een weerstand die daar is, ook in de geestelijke realiteit, is daar een weerstand om te zeggen, om daar te spreken het woord van God. Het is veel makkelijker om te zeggen, oh, ik voel me zo beroerd, joh. Ik voel me zo rot. Dat is veel makkelijker. Want dan ga je gewoon mee met de stroom. Je kabbelt gewoon, weet je, hoe de stroom gaat, ga je gewoon mee. Je hoeft helemaal niks te doen. Maar op het moment dat je zwak bent en de Bijbel zegt, laat de zwakker zeggen, ik ben sterk, dan in één keer moet je tegen de stroom in. Ik ben sterk! Weet je, dan denk je, dan is het alsof, weet je, goeie griebels. Want dan is het, je gaat in de geestelijke realiteit, ga je tegen de normale gang van zaken van, nee, ben maar zwak, ben maar lekker blablabla. Nee. Ik kies er niet voor om dat paadje af te gaan en mijn leven maar uit mijn handen te zien glippen. Nee. Ik zal zeggen wat God zegt. Ik ben sterk. Wow. Op het moment dat je dat zegt en dat gelooft, dan zie je dat jouw leven zal een opgaande lijn zijn. Zal een opgaande lijn zijn. En je zal gaan, zoals de Bijbel zegt, van geloof tot geloof. Je zal gaan van kracht tot kracht. Je zal gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar het is tegen de stroom in. En er zal altijd een bepaalde weerstand zijn. Maar de kracht van geloof is krachtiger. En je zal dus elke keer weer die keus moeten, net als de discipelen. Geloof. Wees niet angstig. Wees niet bevreesd. Geloof. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 13 zien we eenzelfde voorbeeld. Paulus spreekt er in de context over moeilijke omstandigheden. Zware tegenstand, heftige situaties in zijn leven, oké? Maar hij zegt, maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Oké. Hier zien we iets bijzonders in vers 13. Er wordt gesproken over geest van het geloof. Wij hebben dezelfde geest van het geloof.
overeenkomstig wat geschreven staat. En dan refereert hij naar het Oude Testament, daar waar David sprak. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Daarom geloven wij ook en daarom spreken wij ook. We hebben het er al over gehad. Geloof spreekt. Geloof spreekt. Maar de Bijbel zegt hier, de geest van geloof. Nou, hier staat geest met een hoofdletter in het Grieks. Kennen ze zozeer niet die hoofdletters constructie. In het Hebreeuws ook niet. Dus hoofdletters zijn ervoor zijn gekozen. Zeggen, nou, dat moet een hoofdletter zijn. Geest, geest van geloof. Ik geloof niet dat hier gerefereerd wordt aan de geest, hoofdletter G, dat het is de geest van God. Maar het spreekt over een geloofsgevulde geest. Jij bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is wat de Bijbel ons leert. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Wij zijn een geest, jij bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. En toen Jezus zei, je moet wederom geboren worden, toen had hij het er opnieuw geboren worden, toen had hij het erover dat onze geest moet ons, de kern van ons wezen, wat ook wel genoemd wordt, ons hart, moet opnieuw geboren worden, dat is onze geest. En als wij Jezus aannemen als Heer, dan binnenin ons wezen ontstaat er een nieuw geboorte en in de kern van ons wezen worden wij een nieuwe schepping. Die ziel blijft nog hetzelfde, ook ons lichaam blijft hetzelfde. Maar die geest, die geloofskracht waar Jezus het over heeft, die bevindt zich niet in mijn denken. Nee, mijn denken beredeneert alles, bedenkt alles, is opgevoed, is getraind volgens een bepaalde manier. Dat bepaalde dingen kun je niet veranderen. Kun je niet, want je hebt geen kracht genoeg of het gaat niet, zo gaat dat niet. Maar mijn geest, wat uit God geboren is, heeft de natuur en de DNA van God binnenin zich. Daarin bevindt zich ook het geloof, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10 vers 10. Het is wij geloven met onze geest en wij spreken met ons mond en dat brengt de geestelijke hemelse realiteit tot leven in onze natuurlijke realiteit. Wij hebben dezelfde geest van het geloof. Wij hebben ook die geest, die geloofsgevulde geest hebben wij. Zoals er ook geschreven staat in het Oude Testament. Ik heb geloof, daarom spreek ik. Daarom geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Als ons geest gevuld is met geloof, omdat onze geest gevuld is met het woord van God. Dan kan het niet anders dan spreken. Geloof zal altijd spreken. Daarom laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Laat hem iets zeggen. Als ik zeg, ja, ik geloof van binnen. Dat is niet geloof. Dat is niet Bijbels geloof. Geloof spreekt. Geloof spreekt. Daarom spreekt God ook. Heb het geloof van God. Heb het geloof van God. Geloof zoals God gelooft. Nou, God spreekt. En toen hij sprak, toen was het zo. Dus de geest van geloof, waar de Bijbel hierover spreekt, die wij hebben ontvangen, is een geest die gevuld is met geloof. En daarom zal ik ook daarom zal ik spreken. Omdat ik geloof, daarom spreek ik tegen omstandigheden. Okay? In hetzelfde hoofdstuk gaan we naar vers 18. We gaan nog verder over de context van wandelen in die geest van geloof. Wandelen in een geest die gevuld is, in jouw geest gevuld met het geloof van God. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. We houden onze ogen gericht op de dingen die men niet ziet. Ja. Maar je kan ze niet zien. Dus waarom kijk je er dan aan? We gaan verder. Maar wij houden onze ogen dus gericht op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, die zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. De dingen die men ziet, die zijn van het ogenblik. De dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Als je die woorden gaat opzoeken van het ogenblik in het Grieks, of eeuwig in het Grieks, dan kom je erachter dat je het zo zou kunnen lezen. De dingen die men ziet, die zijn van het ogenblik, die zijn tijdelijk. Of anders gezegd, die zijn aan verandering onderworpen. Al jouw omstandigheden zijn aan verandering onderworpen. Al jouw omstandigheden kunnen veranderen. Al jouw omstandigheden kunnen veranderen. En al jouw omstandigheden kunnen morgenmiddag om 12 uur totaal veranderd zijn. Maar we houden ons oog op de dingen die men niet ziet, die eeuwig zijn. Eeuwig, onveranderlijk.
onveranderlijk. We houden onze ogen gericht op die dingen die onveranderlijk zijn. Nou, wat is onveranderlijk? Het woord van God. Gods belofte is onveranderlijk. God zegt iets, hij zegt, ik wil jou zegenen. Bijvoorbeeld, Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen dat jij leven hebt en dat in overvloed. Dat is onveranderlijk, gaat nooit veranderen. Dat is Gods intentie, dat is waar Jezus toe is gekomen. Hij zegt, ik ben gekomen dat jij leven hebt en dat in overvloed. Dat is het onveranderlijke waar ik mijn oog op moet zetten. Als ik functioneer in de geest van geloof, dan heb ik niet mijn ogen steeds gericht op de dingen die ik voor ogen heb. Hoe ik mij voel, hoe ik het ervaar, of wat mijn ziel allemaal beleeft, of hoe mijn omstandigheden eruit zien. Nee, ik kijk met de ogen van mijn geloof, kijk ik naar wat Jezus heeft gezegd, wat God heeft beloofd. En dat is van een andere orde. Want wat God heeft beloofd, is onveranderlijk. Mijn omstandigheden zijn aan verandering onderworpen. En wat gebeurt er op het moment dat ik begin te spreken, de woorden van God die onveranderlijk zijn, dan gaan mijn omstandigheden veranderen. Ik zet namelijk een geestelijke dynamiek in werking. Alles in het natuurlijke vindt zijn bestaan en oorsprong vanuit het geestelijke. Ik wil nog een keer zeggen. Eerst hadden we namelijk de geestelijke realiteit. Toen de aarde nog woest en ledig was, toen sprak God, er zij licht en toen was er licht. En zo maakte hij de hele schepping door de woorden die hij sprak. Dat betekent, alles in het natuurlijke vindt zijn oorsprong in het geestelijke. Het geestelijke was eerst, vervolgens kwam het natuurlijke. Wij worden geboren eerst in het natuurlijke vaak, dus wij leren in onze beleving is het natuurlijke is leidend. Alles wat wij in het natuurlijke zien, dat is hoe het is. Accepteer het maar, weet je, maak er het beste van, maar dat is wat het is. En vervolgens worden wij opnieuw geboren, komen we erachter, wauw, oh, daar is God en het is zoveel groter en wij komen de geestelijke realiteit, kom, vervolgens komt die erbij, om het zo maar te zeggen. Maar vanaf het begin was het anders. Al het natuurlijke leven wordt ondersteund vanuit het geestelijke. Let op. Het geldt ook voor jou. Jij bent een levend wezen omdat er een levende geest in jou is. Wat gebeurt er als jouw geest uit je lichaam vertrekt? Dan ben je dood. Als namelijk de geestelijke dynamiek, wie jij bent, uit jouw lichaam vertrekt, dan blijft jouw lichaam blijft levenloos achter. Als de geestelijke component daaruit is, is het leven weg. Al het natuurlijke wat we hier hebben, wordt ondersteund door een geestelijke dynamiek. De geest van geloof en ook de principes van geloof zijn geestelijke principes. Die spreken tegen de basis en het fundament van natuurlijke omstandigheden. Als ik spreek het woord van God wat onveranderlijk is, dan spreek ik dat tegen een natuurlijke dynamiek, maar die natuurlijke dynamiek die is onderworpen, om het zo maar te zeggen, aan de geestelijke kracht die erachter zit. Jezus die sprak tegen die moerbijboom en zegt, niemand zal meer een vrucht van jou eten voor eeuwig. En hij liep door. De volgende dag kwamen ze terug. Die hele boom was verdord. Hij gebruikte de kracht van de geest, de kracht van geloof, wat een geestelijke kracht is. Hij sprak het met zijn woorden en ondertussen in het natuurlijke zie je dat alsof de poten onder de stoel werden weggezaagd van die boom. Het leven was uit die boom. Omdat hij in de geest nam hij zijn positie in. Hetzelfde geldt voor jou. Er zijn omstandigheden, er zijn problemen, daar is ellende kan er zijn in jouw leven. Op het moment dat jij leven begint te spreken, het leven wat voortkomt uit Gods woord, het woord van God, Hebreeën 4 vers 12, is levend en het is krachtig. En het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot de scheidingslijn van geest en ziel. Dit woord van God, en het scheidt van een been en merg. Dit woord van God, wat diep snijdt, wat diep gaat. Op het moment dat ik dat gebruik, als ik dat lees, niet alleen lees, ook ik heb mijn Bijbel weer gelezen vandaag. Maar ik begin het te spreken tegen omstandigheden. Dan begin ik vanuit de geestelijke kracht, het woord van God en mijn geloof, begin ik de natuurlijke realiteit, om het zo maar te zeggen, aan te vallen en te herstructureren. Dat is wat Jezus laat zien. Dat is wat Jezus laat zien. En dus, Jezus zegt, joh, wie gelooft? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Als jij gelooft, ga je namelijk zien dat in het natuurlijke kunnen dingen veranderen. Dingen kunnen veranderen in jouw leven. Als jij de kracht van geloof toepast. Oké. De beloftes van God
zijn vaak niet in lijn met wat er in jouw leven gaande is. Dat is het startpunt vaak. De beloftes van God zijn niet in lijn met wat er in jouw leven gaande is. Geloof brengt de vervulling van de beloftes in jouw leven. Nou, een paar beloftes. Ik wil een paar beloftes met je doornemen. Wat zijn nou beloftes die jij dan kan gebruiken, die je moet spreken over jouw leven? Ik wil het beginnen in Johannes 10 vers 10. Hebben we net gelezen. Nou, net heb ik dat aangehaald. Daar zegt Jezus, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. He, en die dief zien we vandaag de dag ook realiteit in deze wereld. Wat zien we in deze wereld als we om ons heen kijken? We zien stelen, we zien slachten, we zien oorlogen, we zien rampen. Zien we voltrekken in deze wereld. Hoe kan dat? Wij zeggen, hoe kan dat als er dan een God is? Nou, dat komt hierdoor. Er is een God, maar er is ook de mens. En de mens heeft een keus. En ik kies of voor de invloed van God in mijn leven. En als ik dat niet doe, dan heeft de duisternis vrij spel. En dan door mensen heen gebeuren er afschuwelijke dingen in deze wereld. Heeft niks te maken met de goedheid van God. Heeft alles te maken met keuzes die mensen maken. Nu, jij en ik, wij zijn geroepen en bestemd om het koninkrijk van God op aarde te brengen. Nou zie je dat Jezus zegt dat de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Jezus die wil dat hele proces omkeren in je leven. Daar waar gestolen is, daar waar geroofd is, daar waar kapot is gemaakt, zegt Jezus, ik ben gekomen. Opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Jezus is gekomen dat jij leven hebt en dat in overvloed. Zeg eens leven en dat in overvloed. Dat is het evangelie, is het goede nieuws, is wat Jezus zegt. Alles wat daarvan afwijkt, is niet bijbels. Dat wil Jezus komen te doen. Opdat jij leven hebt en dat in overvloed. De dief wil dat je kapot gaat en allemaal accepteert zoals het is. Jezus zegt, nee. Ik ben gekomen dat je leven hebt en dat in overvloed. Punt. En elke ja maar moet je afschieten. Ja maar... Ja maar, pff, alles de lucht uit. Is niet een ja maar. Christus regeert. Christus regeert. Dat is wat geloof zegt. Geloof is vrijmoedig. Geloof is soms een beetje, wow, wat zeg jij? Geloof zegt wat God zegt. Een mens zegt ja maar en dat komt door ons bekrompen verstand. Die kan niet altijd bij wat God zegt. Dus wij denken, ja. Maar, en daarmee zeggen we, alles wat daarvoor gezegd is, is niet waar. Ik heb een andere zienswijze. Dat is prima, dat mag ook. God geeft je ook die ruimte. Alleen je gaat niet ontvangen wat God voor je heeft. Dat is het probleem. Dat vindt God problematisch. God wil je zegenen. God wil je zegenen. Hij betaalt de hoogste prijs ervoor, om jou te zegenen. Het is een avontuur. De geloofswandel is een groot avontuur. Het kan met vallen en opstaan gaan. Als ik naar mijn eigen leven kijk ook. Met vallen en opstaan. Maar dat neemt niet weg. Dat ik me zeer gezegend voel op dit moment. In elk aspect van mijn leven, lieve mensen. Zeer gezegend. Dankbaarheid is in mijn hart. Vanwege Gods grootheid, zijn goedheid, zijn enorme zegeningen. Op elk facet van mijn leven. Elk facet van mijn leven. Zeg, waarom? Ja, maar jij bent voorganger. Echt helemaal niks mee te maken. God is goed. God is goed. En wat de duivel ook probeert in je leven te roven, te stelen, vernietigen. Lieve mensen, God is groter. God is groter. Hij haalt je uit elke ellende en elke drek. Maar vertrouw op hem. Vertrouw op hem. Vertrouw op hem. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Erken hem in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. O Heere, doe uw werk in ons. Amen. Heere, doe uw werk in ons. De dief komt alleen maar om te stelen, de slachtoffer. Maar ik ben gekomen dat je leven hebt en overvloed. Het is een belangrijke tekst. Zeker in de start van mijn geloofsleven heb ik heel veel teksten uitgeschreven. Omdat ik ze uit mijn hoofd wilde weten. Ik wilde gewoon weten wat de Bijbel zegt. Dat als daar omstandigheden zijn die heel de dag tot mij spreken. Dat het woord van God ook in mijn hart spreekt. En daar iets tegenover weet te zetten. Dus misschien is dit een goede tekst voor jou ook om op te schrijven en op je koelkast te hangen. Dat elke keer als je je koelkast open doet dat je zegt, yes, leven. En dat in overvloed is voor mij. Amen. Zelfs als je die koelkast dan ook en dat ding is hartstikke leeg. Leven. En dat in overvloed. Als Jezus zegt dat je kan praten tegen de moerbei, bomen en tegen de berg, dan mag je ook praten in je koelkast.
Filippenzen 4 vers 13. Misschien moet je deze dingen opschrijven. Straks op de website is ook de prediking beschikbaar. Ook via YouTube, ons YouTube kanaal. Maar ook via de website. Dat je kunt downloaden. Maar dit zijn teksten die je moet opschrijven. Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Knijt de dikke tekst dit. Om het zo maar even te zeggen. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij... Niet in mijn eigen kracht. Door Christus die mijn kracht heeft. Ik kan in mijzelf voelen dat ik tekort schiet. Oh ja. Regelmatig. Maar Paulus leert ons een dynamiek. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En mijn belijdenis moet dus niet zijn... Dit kan ik niet. Dit trek ik. Trek het niet langer. Nou, dat kan zo zijn. Maar dat je, op dat moment mag je het woord van God gaan spreken. En dat zegt, wow, het lijkt helemaal onmogelijk. Het lijkt allemaal uitzichtloos. Maar ik zal spreken het woord van God. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dat is hoe je het persoonlijk maakt. En dan spreek je tegen jezelf, Christus geeft mij kracht. En daarom zijn alle dingen mogelijk. Je leest hem vooruit, achteruit, van links naar rechts. Je leest hem vanuit spiegelbeeld. Allerlei voorbij komen. Totdat je die tekst gevestigd hebt in je hart. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij... Op je baan. Het gaat misschien moeilijk. In je werk. Het gaat zo lastig. Op school misschien. Het gaat zo lastig. Het gaat zo moeilijk. Deze teksten gaan je helpen. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Heer, ik dank u. Christus in mij geeft mij kracht om succesvol en dingen in mogelijkheden te denken. Mogelijkheden te zien. Heer, ik dank u dat u mij helpt. Ik ontvang kracht. Ik ontvang inzicht. Ik ontvang wijsheid. Ik ontvang uw zegen in dit gebied van mijn leven. Volgende tekst die je kunt gebruiken. Filippenzen 4 vers 19. Op het moment dat je tekort hebt. Op het moment dat je voorziening nodig hebt. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Mijn God zal u overvloedig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Wat staat hier? Ik vind het weer een beetje Nederlands weer opgezet. Maakt het dan weer een beetje vaag. Maar wat er eigenlijk staat... is God zal jou voorzien in alles wat je nodig hebt. En hij zal dat doen naar de mate van zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus. God denkt vanuit zijn rijkdom. Hij zegt, en ik kan jou voorzien. Ik wil jou voorzien. Jezus deed voortdurend. Hij vermenigvuldigde de broden, de vissen. Hij voorzag mensen die honger hadden, nood hadden. Zo wil God ook jou voorzien in jouw nood. Mijn God zal overeenkomstig zijn rijkdom van alles voorzien, zal jou van alles voorzien van wat je nodig hebt. Nou, dat is dus een ding. De omstandigheden zeggen, daar is tekort, daar is niet genoeg. Jij bent niet gemaakt om te wandelen in niet genoeg. Je hebt een vader die voortdurend functioneert vanuit meer dan genoeg. Misschien ben je niet gewend om zo te denken en zo te leven. Maar dit is wat God heeft bestemd voor jou. Als je met Jezus wandelt, dan functioneer je hierin. Ik spreek over mijn omstandigheden. Mijn God zal mij voorzien. Ik heb misschien iets nodig, o Heer. Maar u zal voorzien in alles wat ik nodig heb. U zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Misschien heb ik wel wijsheid nodig om anders met mijn geld en mijn financiën om te gaan. Maar hoe dan ook. U voorziet in alles wat ik nodig heb. Zodat ik overvloed zal hebben in mijn leven. U voorziet. Deze tekst mag je dan gebruiken. 1 Petrus 2 vers 24. Dat laatste stukje. Door zijn striemen bent u genezen. We begonnen vandaag de samenkomst met, daar is kracht in het bloed van het lam. Hier staat, in de striemen van Jezus is ons genezing geworden. Ja, maar hoe gaat het dan en hoe werkt het dan? Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Vertrouw erop dat het werkt. Het is door de striemen van Jezus dat genezing voor ons beschikbaar is geworden. In de geest is de prijs betaald, zodat jij gezond zou kunnen wandelen. Gezond leven. God heeft ons bevrijd van de vloek van ziekte, van armoede en van de dood. Hij heeft ons bevrijd van elke vorm van vloek en elke vorm van geestelijke tegenstand die tegen jou gericht is. En de Bijbel zegt, door zijn striemen zijn wij genezen. Genezing is jouw deel. Als jij deze teksten gaat spreken over jouw leven en zeggen, Heere, het zal niet alleen maar zijn in de Bijbel, maar het zal zijn in mijn hart en in mijn mond. Nou, ineens ga je er zelf mee aan de slag. Er gebeurt niks zolang het nog in de Bijbel staat.
De Bijbel is de Bijbel. Is fantastisch, is heilig het woord van God. Maar het verandert nog niks in mijn leven. De Bijbel gaat pas wat veranderen in mijn leven als het woord vanuit dat papier, of wat voor device of digitaal ding je ook gebruikt, vanuit dat papier in je hart komt en je begint te spreken. Nou ineens, als ik deze beloftes die we net, allerlei facetten van je leven, als je die hanteert in je hart, je plant ze in je hart door ernaar te kijken, door je oren ermee te vullen en je begint het te spreken. Nou ineens gaat het woord van God, het eeuwige woord van God, wat al zo lang in die Bijbel staat, komt tot leven in jouw leven en gaat een werk doen. En dan kun je werkelijk zeggen, uw wil geschieden, zoals het is in de hemel, zo ook hier op aarde. In de hemel is overvloed. In de hemel is gezondheid. In de hemel is doorbraak. In de hemel is kracht. In de hemel is een geweldige toekomst. Zoals het is in de hemel, zo ook hier op aarde. Amen. Laten we gaan staan. Dus dit is weer geloof in de praktijk. We hebben het over geloof in de praktijk. En ik wil dat je ook voor jezelf weer na gaat denken op dit moment. Is nadenken van welk gebied heb je, zeg maar, soms overdonderd het leven ons. Misschien zijn er gebieden in je leven en omstandigheden hebben gewoon, ja, je hele beleving weggeroofd. Gewoon gedacht, ja, dit is hoe het is en ik moet het maar accepteren. Misschien heb je best wel ellende meegemaakt. Misschien zijn er dingen gebeurd in je leven waarvan, misschien kun je wel een boek schrijven over de verschrikkelijke dingen die jou zijn overkomen of die je hebt meegemaakt. Maar lieve broer, lieve zus, bij God is niets onmogelijk. En als jij God vertrouwt, gaat hij recht maken datgene wat krom is. En ik weet in mijn eigen leven ook, geloven kan soms pijn doen. Ik moet erbij lachen, want het is een hele rare dynamiek. Geloof ik al zo. Het doet soms pijn om te spreken. Te midden van omstandigheden van ellende doet het gewoon soms pijn in je ziel. Om te spreken woorden van leven. Maar spreek het woord van God. Spreek woorden van leven. Spreek de wil van God over je leven. De Bijbel zegt op verschillende plaatsen. Zal er iets te moeilijk zijn voor God? Zal er iets te moeilijk zijn voor God? Nee, niks is te moeilijk voor God. Als wij ons geloof in lijn brengen met wat God verlangt, niks zal onmogelijk zijn voor diegene die gelooft. Heer, ik dank u dat uw liefde zich uitstrekt, Heer, naar ieder van ons op dit moment in de naam van Jezus. En dat u ons helpt. Uw goede tierenheid ondersteunt ons, Heer. Daar waar we voelen dat onze voeten glippen, uw goede tierenheid houdt ons recht overeind. Jezus. Ik wil u danken, Heer. Ik wil u aanbidden, Heer. Want u bent gekomen opdat wij mensen leven zouden hebben. En dat in overvloed. En daar wil ik u voor danken, Vader. Dank u, Jezus. Heer, ik wil u danken dat u ons niet achterlaat in onwetendheid. Maar dat u ons uw woord heeft gegeven. Waarin we kunnen zien hoe de principes van uw koninkrijk werken en functioneren. Ik dank u dat u in ieder van ons tot ons hart spreekt, Heer, op dit moment. En ook bekrachtigt om niet meer woorden van negativiteit of dood en verderf en ellende te spreken. Maar te beseffen dat wij geloofsgevulde woorden mogen spreken. Dat wij mogen spreken tegen omstandigheden. Dat wij uw woord mogen gebruiken en hanteren. Om dingen, om situaties en omstandigheden in ons leven te veranderen. In Jezus' naam. Heer, uw woord houdt eeuwig stand. We zullen onze ogen niet langer richten op de dingen van het natuurlijke, van het ogenblik, die aan verandering onderworpen zijn. Maar we zullen onze ogen gericht hebben op het eeuwige, het onveranderlijke. Uw woord, uw belofte, uw wil geschieden in ons leven. Zoals het is in de hemel, zo ook hier op aarde. Heer, ik dank u dat uw genezende kracht stroomt op dit moment.
Ik dank u weer dat uw liefde stroomt en ons en harten geneest, Heer. Pijn in harten van mensen geneest. Ja, teleurstelling ook wegneemt. Ik dank u daar waar geloof een kramp is geworden, Heer. Daardoor uw genade. Oh, daardoor met uw genade, Heer, komt u binnen op dit moment. En dat we mogen weten, geloof, Heer, is iets wat we in de rust en in ontspanning mogen beleven, Heer. Ik dank u dat wij kunnen alle dingen doen door Christus die ons kracht geeft. En zo, Heer, uw kracht, de kracht van Christus, stroomt, Heer, in ieder van ons deze morgen. Stroomt in ons en door ons heen. En wij mogen weten, wij kunnen alle dingen doen. We komen door deze storm. We komen door deze beproeving. We komen door deze situatie. Door Christus die de kracht geeft. In de naam van Jezus. Zo zegen ik hier uw volk. In de naam van Jezus. Heer, dat uw woord zo'n enorme impact mag hebben in ons leven. Het werkelijk op de kop mag zetten. Voor uw glorie. Voor uw glorie. Voor uw glorie. En uw glorie alleen. In Jezus' naam. En het volk van God zegt amen. Ik heb het op mijn hart, lieve mensen. Op het moment dat je zegt van ja, ik heb eigenlijk gebed nodig. Misschien weet je nog niet helemaal hoe dit werkt. Of hoe dit moet. Of hoe je kan spreken tegen jouw berg. Ik wil straks na de dienst wil ik een gelegenheid geven als je gebed nodig hebt. Misschien is er een ziekte in je lichaam. Misschien is er iets wat jou al jarenlang tart, waarmee je aangevallen wordt. Misschien is er een gebrokenheid in je leven. Wij, het leiderschapsteam, ook het gebedsteam, wil om je heen staan. Wil je ook helpen hoe je kan spreken tegen je omstandigheden. En we willen met jou bidden. Ik wil ook na de dienst dus een oproep doen. Of ik wil eigenlijk een oproep doen om na de dienst te komen in de gebedshoek. Kom dan naar voren. We willen met jou samen bidden. We willen je laten zien hoe we samen gaan spreken tegen bergen die moeten move in je leven. Tegen bomen die daar groeien, die daar niet door God geplant zijn. Maar die moeten sterven vanaf de wortel en moeten opheffen en weggaan. Moeten vertrekken uit je leven. Er zijn bepaalde dingen in je leven geplant. En dat is zo groot. Woorden van negativiteit hebben bomen van negativiteit gebracht in je leven. En ze brengen schaduw. En ze brengen vruchteloosheid. En die bomen moeten vervloekt worden in je leven. En misschien ben je niet gewend om tegen deze omstandigheden te spreken, maar ik wil vragen of je straks aan het eind van de samenkomst uit je rij stapt, naar de gebedshoek komt, willen met jou samen staan, spreken tegen omstandigheden en zien hoe bergen verschuiven, bomen zich ontwortelen en in de zee werpen en dat je de doorbraak ziet die God je heeft beloofd. Niet zozeer omdat wij dat kunnen doen, maar we willen je helpen hoe jij dat kan doen. Hoe jij dat kan doen. Amen. Want dit is wat Jezus heeft genoeg vertrouwen in jou en die zegt tegen jou, jij kan dit doen, want ik geef jou de kracht. In Jezus' naam. Amen.